Ik ben Roderick Six. Overdag ben ik literair journalist bij Focus Knack. Ik ben daar chef boeken. En s'nachts ben ik schrijver. En dat is ongeveer mijn fulltime bestaan. Draait eigenlijk alleen maar om literatuur. 3 weken na het uitkomen van jouw nieuwste boek, was het meteen prijs, hè? Ja, toen heb ik de Bronzen Uil gewonnen. Dat was een prijs voor het beste debuut van 2012. Er waren 10 genomineerden en blijkbaar vond de jury Vloed het beste boek. Dat was fantastisch natuurlijk. Direct al bekroond worden en daarna volgde ook al direct een tweede druk. Juist door die prijs eigenlijk. Je zegt dat je 's nachts schrijft. Is dat een omgeving die je nodig hebt? Zo'n besloten nachtelijke omgeving, zoiets? Ik ben eigenlijk een nachtmens, te koer. Overdag probeer ik mijn dagelijks werk te doen en 's nachts schrijf ik. Ja, ik ben gewoon van nature beter 's nachts. Het is rustiger, het is kalmer, kan naar muziek luisteren. Dan komt de inspiratie boven. Komt dat dan vanzelf? Is het omdat het nacht is? Of van waar komt die inspiratie dan om dit te doen bijvoorbeeld? Goh, waar de inspiratie vandaan komt, weet ik zelf niet. Ik zie die beelden in mijn hoofd en ik probeer die dan te vatten in taal. Maar hoe dat die beelden in mijn hoofd komen, dat weet ik niet. Dat is een soort mysterie. En elke schrijver die ik al tegengekomen heb, heb ik daar ook naar gevraagd. En die zeggen allemaal van, ik weet het zelf ook niet zo goed waar die inspiratie vandaan komt. Dit verhaal heeft zich gevormd door de setting eigenlijk. Ik wou iets schrijven over de natuur en over het regen. En 4 mensen. Ik had 4 mensen op een dak uitkijken over het dal dat ondergestroomd is. En ondertussen blijft het maar verder regenen. Die 4 jonge mensen, wat zijn studenten, proberen te overleven. En als op een dag een van hen dodelijk gewond geraakt, gaan de poppen aan dansen natuurlijk. Hè. De vraag is wat er gebeurd is. Is er een moord gebeurd? Is er geen moord gebeurd? Is het een ongeluk? En de hamvraag is natuurlijk, gaan ze dat overleven? Die 4 op het einde van de wereld. Waarom denk je dat ze jou gekozen hebben voor de Bronzen Uil van 2012? Dat zou je in principe aan de jury moeten vragen natuurlijk. Maar ze waren bijzonder onder de indruk van het verhaal, dat heel fantastisch overkomt, maar heel scherp beschreven is. En ook kort ook dikwijls geroemd vanwege mijn stijl. Ik heb een heel aparte, heel persoonlijke schrijfstijl en dat sprak blijkbaar aan. Hoe zou jij die stijl zelf omschrijven? Precies, helder. Zo weinig mogelijk informatie geven en dat zo maximaal benutten eigenlijk. Ik probeer zo heel subtiel mijn plot te ontwikkelen door heel kleine details in bijzinnetjes te steken, zodat de lezer zelf het verhaal bijeen mag puzzelen. Maar ik ben echt wel een zinnenschrijver in de zin dat ik bijna elke zin 20, 30 keer opnieuw schrijf met de hand, totdat die helemaal goed zit. En dan pas schrijf ik die over het net en dan pas tik ik die op de computer. Dus er gaat heel wat werk aan het schrijverij zelf. Ja.